Stichtse vecht is in juichstemming. Door de stikstofuitspraak van de Raad van State is verhoging van de maximumsnelheid op de A2 naar 130 km per uur van de baan. Waarnemende burgemeester van Maastricht laat in het programma rondom de Raad een minder positieve toon horen. Zij verwacht dat de uitspraak de gemeente in de toekomst flink in de weg zal gaan zitten. Zijn er nog spannende dingen die gaan gebeuren in de komende vergadering of is het gewoon een regulier jaar? Nou, wat ik wel bijzonder vind, en we hebben natuurlijk al even gehoord over die 130 km per uur op de A2. En daar zijn de meeste mensen in Stichtse Vecht heel blij mee, hè, dat dat niet doorgaat. Een enkeling is er niet blij mee, maar de meeste mensen vinden dat een goed ding. De reden waarom die 130 niet doorgaat is omdat er een stikstofuitspraak is gedaan door de Raad van State. En op dit moment valt dat voor ons goed, maar die stikstofuitspraak heeft ook vergaande gevolgen voor andere dingen in onze gemeente. En wij zullen het komende jaar ook op andere beleidsterreinen merken dat die stikstofuitspraak van de Raad van State de gemeente Stichtse Vecht ook in de weg gaat zitten. En dan heb ik het over andere dingen die met wegen te maken hebben, maar ook dingen die te maken hebben met agrarische sector of met recreatie of met woningbouw. Dus wij krijgen op heel veel fronten te maken met die stikstofuitspraak. En nu is iedereen blij, of zijn er veel mensen blij over die stikstofuitspraak. Maar ik denk dat we het komende politieke jaar ook wel eens naar elkaar kijken en denken, hè, die stikstofuitspraak, die zit de gemeente Stichtse Vecht ook gewoon in de weg. Ja, dan zou het toch nog wel een affaire kunnen worden, zoals mevrouw Hoek dat aanduidde. Ja, nou ja, ik weet niet of het een affaire wordt, maar het wordt wel een fikse uitdaging. En daar hebben we nog geen antwoord op.